Welkom back everybody en welkom terug op het kanaal van UG8 Mysterious. En vandaag weer een nieuwe gameplay. En vandaag heb ik een mooie gameplay, denk ik wel. De eerste, een beetje assault run. Gun run. A gun run. Een assault gun run. De assault gun. En het is de SCAR. En de SCAR High is het. Zonder attachments, want hij is nog level 1, level 0. Waar is het, waar je mee begint. Ik speel lightweight, hardline, scavenger, dexterity en engineer. En daarbij nog een B23R, want ik heb nog geen attachments. Dus had ik dat maar gedaan. Of ik had Fast Mac er net opgezet. Dat zou ook kunnen. Dat ik net Fast Mac. Oh ja, ik heb net Fast Mac opgezet. Dus hij is net level 4 geworden. Dus het tweede of derde potje dat ik ermee speelde. Dus hij was al level 4. Dan kon ik Fast Mac erop zetten. En misschien dat ik nog Quick Draw Handler opzet of zo. Want dat is toch wel handig voor Assault Guns. Maar het is eerst Assault potje. En ik dacht gewoon, free for all, daar gaan we met een Assault Gun. En om dat gewoon even te oefenen. Want ik speel altijd met Submachine Gun. Submachine Gun ligt natuurlijk net iets anders. Assault Gun heb je natuurlijk wel die iets meer grotere afstanden. En van dichtbij wordt het altijd wel iets lastiger hanteren en draaien met een Assault Gun. Dit is gewoon een, op zich een redelijke gameplay. 30-6 eindig ik. Toch nog wel een lekker streakje. En dat zie je direct wel gewoon. Nu valt het nog wel mee. Direct ga ik wel lekker. Dutch YouTube Gathering, 10 dagen nog. Iedereen die een kaartje heeft, hartstikke gefeliciteerd. Want de kaartjes zijn allemaal uitverkocht. Alle kaartjes zijn al op, volgens mij dat het is. En niemand kan meer binnen, alleen degene die een kaartje gekocht heeft. Dus iedereen die een kaartje gekocht heeft, die is natuurlijk denk ik super blij, lijkt het. En die kan zijn eigen favoriete YouTuber gaan ontmoeten. En misschien ben ik ook wel een van de die je wil gaan ontmoeten. En ik zal er ook gewoon zijn. Ik zal met Arjen lopen en met misschien ja, Fishpals ik natuurlijk ook wel. En Braat en Jeff en noem het allemaal maar op. Vincent, dat zal het denk ik ook wel zijn. Er zijn er heel veel mensen. En natuurlijk gewoon de DDG crew. Die ik op zich wel gewoon ken. Kennen bedoel ik mee. Ik weet wie het zijn en wat ze doen. Niet persoonlijk kennen. Dat niet echt. Want ik zit nou ook in The Kingdom. The Kingdom, de echte Kingdom van David. En daar ben ik bij Faxios. En daar ben ik lekker aan het Minecraften. Maar dat ga ik niet op mijn kanaal sowieso nou nog niet posten. Misschien dat ik ooit een keer iets ga posten over mijn redstone experience. Want ik bouw heel veel dingen met redstone. En vandaag heb ik nog even een vuurtorentje gebouwd. En direct nog even wat verdere dingen bouwen. Maar dat is ook wel gewoon leuk. Even afwisseling, weet je wel. Even geen Call of Duty, even Minecraft. En daar ga ik gewoon veel tijd in steken ook. Daarbij heb ik ook nog school natuurlijk. Deze week is echt super, super druk. En daarom heb ik ook heel weinig tijd om gameplay te halen. Daarom zal ik ook misschien morgen weer een gun gamertje doen. Omdat ik gewoon geen tijd heb om echt Domination te gaan spelen. En voor de gameplays te gaan. Dus dat is gewoon lastig om dat te proberen voor jullie. Maar ik ga gewoon altijd mijn best doen. Er komt ook weer een Q&A aan. Dat ga ik proberen. Ik probeer hem. Hopelijk kan ik hem vrijdagmiddag opnemen. Hopelijk. En je krijgt ook nog informatie over die livestream trouwens. De livestream die ik mee ga doen. Daar krijg je nog informatie over deze komende dagen. Als het goed is kreeg ik er vandaag informatie over hoe laat, wat, wie, wat, waar. En dat zullen we dan gewoon horen. Daar zal ik in die livestream meedoen. En dan zullen wij ik denk wel een aardig flink beast gaan. Want we gaan wel iets op MW3 doen. Daar hebben we al wel afgesproken. Dus als je dan zin hebt om die livestream te bekijken, dan kan je die bekijken. En daar zit ik ook in. Gaan we MW3 doen en dan gaan we gewoon proberen zoveel mogelijk MOABs te halen volgens mij in een bepaalde tijd. Dus dat is denk ik zeker wel leuk om te kijken. Zeg het maar. Dit Arjen doet ook mee. Branko doet mee. Branko van Vincent, de Chums natuurlijk, die waar die post. En dus er doen nog wel meerdere mensen mee. En dat is natuurlijk gewoon leuk, want dan ben je gewoon met een groepje en dan ga je gewoon proberen zoveel mogelijk MOABs in een bepaalde tijd te halen. En mij lijkt dat echt super goed, super leuk om te doen. Waarschijnlijk komt het deze vrijdag al dat we dat gaan doen, maar dat is nog niet zeker. Hou vrijdag een beetje een gaatje van, wat zal het zijn? Misschien zullen we om rond 8 uur beginnen, denk ik, zal het zijn. Hou dan gewoon een gaatje. 7:30, 8 uur, deze vrijdag. En dan zal je ons gewoon live zien. Ik zal dan ook nog een videootje over maken waar je dan heen moet, naar wie je heen moet. Of je moet gewoon mij even volgen op Twitter. Dan zie je het ook natuurlijk. Ik kan misschien nog wel even een filmpje duidelijk maken als de livestream bezig is. Of dingen dat we ook nog wel gaan posten. Maar dat is eigenlijk een beetje over de livestream. Nu ga ik op zich wel op een lekkere streak. Je ziet het, ik heb pas 18 kills. En het ging niet zo snel op meltdown. En nou ging ik wel even lekker, omdat het gewoon nou lekker in de span zat. Ik wist precies waar ze een beetje waren. Je hebt natuurlijk ook het geluk nodig dat je net niet doodgaat. Net als hier. Precies net de kogels uitgemeten om die kill te maken en zo. En dat moet je allemaal hebben. Je moet
Dat merk ik wel de laatste tijd. Ik reload minder. Ik laat af en toe gewoon nog wat kogels inzitten. Dat is al een pluspunt. Want meestal reload ik elke keer dat ik geschoten heb. En meestal werd dat soms me dood. Nu reload ik niet elke keer meer. En soms redt dat mij gewoon. Soms heb ik nog wel die angst om te reloaden. En dan probeer ik te reloaden. Maar dat kan eigenlijk gewoon niet. En dan heb je eigenlijk gewoon een probleempje. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. De gameplay zit er eigenlijk al op. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop dat jullie reacties, likejes geven natuurlijk. En dan weet ik zeker dat het wel goed komt. Ik ga direct even de komende 4 laatste video's alle reacties even doorkijken. Ik heb de laatste dagen heel weinig tijd gehad. Maar die ga ik even allemaal door en beantwoorden. En dan zeg ik gewoon tegen iedereen die gekeken heeft weer hartelijk dankbaar voor dat jullie kijken. En hopelijk zie ik jullie op de Dutch YouTube Gathering. En hopelijk tijdens de livestream die wij gaan doen voor zoveel mogelijk MOABs. En dan zeg ik gewoon tegen iedereen die gekeken heeft naar deze fit weer is. See you later, everybody.